Dit is gewoon echt gruwelijk. Deze komt uit Vietnam, mijn broer meegenomen. Hier doet hij die zelfmoord tegen Majin Buu. Dit is Vegeta gewoon. Majin Vegeta. Kijk even die veins. Dit is toch heerlijk. Stel je voor, hé, dat wij niet zijn opgegroeid met Dragon Ball Z. Zaten we nu ook... Wat zaten we dan nu te doen? Fortnite te spelen. Zaten we nu ook Fortnite te spelen of te runscapen? Minecraft. Minecraft! Oh, wat ben ik blij dat Dragon Ball Z er was, zeg, in mijn tijd. Jeetje, zeg. Minecraft. 1, 2, 3 zitten. Dat is van Jeroen, die verkoopt hele luxe stoelen. Oh, ja. 1, 2, 3 zitten. Of zo'n luxe stoel van 10.000 euro, weet je. Dat is even verstelbare. Even daarin weer. Kijk, we vermelden het overal op de website en noem maar op. Hè. Je ziet mij nooit 10 scoops nemen. Maar ik wil toch nog heel even benadrukken. Als je net bent begonnen met deze producten, lees dan gewoon eventjes. Voordat je... Kijk. Elk jaar hebben we voor de zomer, hebben we de media upon us. En het gaat altijd over onze lekkere poedertjes, waar wij gewoon lekker op gaan. Die mensen hebben allemaal hun koffie. Waarschijnlijk komen ze veel hoger in hun cafeïnegehalte. Hebben ze ook nog veel meer nicotinegehalte, omdat ze hun hele leven hebben gerookt. Of misschien net zijn gestopt voor 10 jaar, maar daarvoor 20 jaar hebben gerookt. Zit een artikel te maken en denken, nou, we gaan weer even zorgen dat we na Koningsdag, na Bevrijdingsdag, na de dodenherdenking, hebben we niet zoveel shit meer om over te lullen. Dan gaan we weer even die fitnesspoedertjes aanpakken. Nou, dat is prima, gebeurt elk jaar. En ik ben ook blij dat het gebeurt op bepaalde producten. Want ik ben zelf daar ook op gepakt. Met doping toen ik speelde voor het beste team van Nederland in rugby. Zijn wij dus gepakt op doping. Of ik ben gepakt op doping. Ik ben gepakt op MDMA. Dat is een partydrug. En ik ben gepakt op DMAA. Dat zijn twee stoffen. Dat zie je in de test. Ik was 2 jaar geschorst. En ik dacht, hey, ik wist dat ik die MDMA had genomen, weet je wel. Ik wist ook al dat ik die DMA had genomen, maar ik wist niet dat dat ook zo zwaar zou tellen. Want er waren meerdere mensen in mijn team die op die stof uit de pre-workout, DMAA, waren gepakt. En dus niet konden spelen. En dat kon je dus online gewoon bestellen. En dat, zo is dat elk jaar, hebben ze weer iets. Een nieuw product waar ze dat even stiekem in stoppen. Onder een andere vernaming. Het zijn allemaal fancy naampjes bedenken ze eronder. Misschien vermelden ze het niet eens op het etiket. En elk jaar zijn er weer fabrikanten die dat, ja, die jou eigenlijk daarvan voorzien. En dat mag niet. Het is gewoon, voor mij is dat ook eigenlijk oneerlijke concurrentie. Dus ik ben heel blij dat die merken af en toe dus worden aangepakt. Dat ze worden opgerold weer. Want ze krijgen alleen een boete. En eigenlijk kunnen ze onder een ander bv'tje weer nieuw product maken. Dus het is prima dat door de media weer elk jaar eventjes aan bod komt. Maar ga dan niet weer mij proberen om mij te framen. Het is prima. Maar wij hebben al een excuses gehad van de dopingautoriteit. Dus elk jaar kan ik weer die reel posten. Dus elk jaar ben ik weer onsterfelijk. Boom, 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 boom. Gewoon posten weer. Ik heb het zelfs naar 1Vandaag opgestuurd in een DM. Kijk maar. Ze hadden mij weer een beetje zo erin gegooid. Kijk, ik snap het. Ik snap het. We zijn met onze moken zijn we de grootste. Cosso erbij. Zijn we op het internet zijn we de grootste influencers op het gebied van fitness in Nederland. En we verkopen allemaal poedertjes. Ik snap het. Dat ze ons proberen te pakken, cloud chase en noem maar op. Dat is prima. Want elk jaar heb ik weer gewoon een viraltje. Dan, nou, prima. Maar ik ga toch even nog een keertje zeggen hoe het zit. Hier, Mens Health. Weet je wel, ik schrijf van Mens Health een stukje over pre-workout. Vroeg me af of je misschien een korte reactie wil geven. Waarom lezers niet bang hoeven te zijn? Ja, nou, dit is top. Is goed. We hebben straks even contact. Want ik moet de tent afwijden. Ik heb net 2 scoops op. Ik heb inderdaad 2 vakken scoops op. Heb 2 scoops op. Dat stuur ik echt, hè? Even kijken, waar is die 1Vandaag? Ik stuur gewoon die fucking reel. Ze weten het donders goed. Ik ga het gewoon sturen. Ik ga het ook gewoon nu naar NOS sturen. Ik stuur die reel gewoon door. Klaar. Met mijn eigen account, hè? Zo van, fuck jullie, weet je wel. Dus ik zat gisteravond het nieuws te kijken, volgens mij op RTL 4. En daar ging het dus ook even over die pre-workout. Ja, er kan een gevaarlijk stofje in zitten, dit, dat, wat je niet weet. Nou, prima. En toen was dat klaar. En toen was het hele programma afgelopen. En toen zei hij, ja, neem nog een chippy en een rumbone. Want de shownieuws begint zo meteen. Een wat? Een chippy en een rumbone. Ik weet niet wat een rumbone is. En waarschijnlijk iets met rum erin. Maar dus dan gaan ze zeggen, ja, neem nog even wat chips en een beetje rum. Want zo nieuws begint. Ja. Oh, maar pre-workout is gevaarlijk, hoor. Ja. Tering! Hé, dat is lekker gezond. Wat zou ik nog aan het doen? Ja. Neem nog even een pre-workoutje. Ja. De training begint zo. Ja. Neem nog even wat chips en wat rum. Wat zo nieuws begint. Dat is ook gewoon te triest voor horen. Ja, maar het is goed voor ons. Het is goed voor ons. Luister. Onze groeimaten, die weten gewoon dat het goed zit. En die smullen hiervan. We hebben gisteren ook even die Discord even ingeschakeld. Dat is fucking goed. En het is natuurlijk niet heel
negatief geweest deze keer. Nee. Vervelend is alleen dat ze geen onderzoek doen. En niet eerst zelf gaan kijken, hey, wat is dat gevaarlijke stofje dan? En zit dat in die producten van al die mensen? Nee, ze weten donders goed. Ja, dat is ook zo. Wat denk je nou? Het is elk jaar, ze weten dat wij reageren. Dat is prima. Ze hebben weer even bereik. Dat zeg ik net. Er is nu niks deze maand. Alles is al geweest. Ze hebben even bereik. Dat is prima. Dit is een wisselwerking. Het is goed. Dit is... Ik vind het heerlijk. Heerlijk. Want ze kunnen ons gewoon niet naar beneden halen. Omdat wij die rectificaties hebben van de dopingautoriteiten. We zitten met die man aan tafel. Even een hand geven nog, weet je wel. Het is gewoon geweldig dat het weer zo naar boven komt. Want niemand heeft dat. Niemand heeft dat in de hele fitnessindustrie hier zo in Nederland. Die zijn niet bij de dopingautoriteiten geweest met hun producten. En hebben gewoon letterlijk gewoon excuses gehad. Op belt! Klaar! Dan kan je naar je oma toe en zeggen: oma, ik wil voor mijn verjaardag wil ik die potten hebben van Clean Nutrition. Maar die zijn goed! Dat kan je gewoon doen! Gewoon heel laten zien! Hè? Helemaal top! Genieten gewoon, genieten! Even voor de duidelijkheid, die van ons zijn dus echt serieus getest door de onafhankelijke partij. Zodat we dus de NZVT-keurmerk krijgen op die badge die getest is. Want dat moet per badge. Je moet per badge die gedraaid wordt in die fabriek. Daar halen ze dan een sample uit, dat testen ze en dat moet goed zijn. Ja? Maar dan geldt dat keurmerk, dat geldt dus niet voor de hele productie die jij het hele jaar doet. Dus het is alleen op die badge. Snap ik wel, want er gaan natuurlijk meer dingen door die fabriek heen. Dus het kan zijn dat er iets gebeurt en de kans daarop is zo klein. De kans dat jij in de supermarkt iets oploopt op doping is nog groot. De kans dat jij in het nachtleven iets oploopt, je verzoentje, dat is nog groter. Maar los ervan, wij willen gewoon laten zien, topsporters die kunnen dit gebruiken en wij sturen het echt op naar iedereen. Sam, noem ze eens even op een paar. We posten dat niet eens, wij sturen dat gewoon op. Spelers van NEC, Joris Kramer, Jasper Cillissen, Mart Dijkstra, Ferdy Druijf, die speelt nu in het buitenland. Sylvester van der Water. We hebben heel veel zwemmers. Sean Newell. Ja. Yeah. Ja, maar die doen dus serieus gewoon wereldkampioenschappen. Ja, dat bedoel ik. En die zitten met het hele zwemteam, nemen ze onze spullen. Ja. Die gaan echt gewoon vooruit zo. Bam. Die lopen ook de hele tijd in die kleding van. Ja, dat staat er ook voorop. Vooruit staat erop. Natuurlijk willen ze onze spullen. Laten we dat dus even in het achterhoofd hebben. Dat dus Topsport Nederland en een hoop van Topsport Nederland onze spullen dus gebruiken. Het idee Clean Nutrition is dus ontstaan uit mijn behoefte, uit de topsport. Ja, het hoogste niveau van rugby, dopingcontrole. Ik word gepakt op een stofje. Dan denk ik, hey, dat kan anders. Ik ga Clean Nutrition doen. Want dan hebben mijn teamgenoten schone producten. Zo is dat begonnen. In 2012 ben ik daarmee begonnen. In 2013 zijn we officieel een bedrijf geworden. Dus we bestaan dit jaar 10 jaar, jongens. Hier, kijk, dat is zo'n toppertje. En 1, 2, 3 zitten. Dus gaan wij ons even laten vertellen door de media of die poedertjes wel goed voor ons zijn. Terwijl Topsport Nederland die spullen bij ons komen vragen. Hey, met coaches en dit en dat voeding. Die doen niks anders dan trainen en sporten. Denken dat het dan nog niet goed voor je is. Karel en Lucas en Karen. Ik kan me niet anders voorstellen dat er een Karen zit met kort pittig rood. Hey! En vallen! Dat kan ik me niet anders voorstellen! En zo'n pants! En zulke uitgehangen tieten! En put in je reet! En een vieze flabberkut! Omschrijf ik zo iemand goed? Hij kan nog verder hoor! My god zeg! Nou, dit is dus het lekkerste wat er is. Je neemt die 2 scoops en je gaat schreeuwen op die camera. En je zorgt gewoon heel eventjes dat de balans weer wordt opgemaakt. En ik doe dit allemaal voor mijn kinderen. Sinds ik kinderen heb, denk ik, jezus, het wordt steeds erger en erger. De wereld die raakt helemaal fucked up gewoon. En dat komt allemaal door die Karens! Karen. En het maakt niet uit, je kan ook gewoon een lekker wijf zijn en Karen eten. Dat is prima. Maar je weet wat ik bedoel. Gewoon jezelf helemaal de vernietiging in vreten en roken en weet ik het wat allemaal. Ook een chipje en een rumboon. Een chipje en een rumboon. Loser veel. Ja, wat ik wilde zeggen is, nog iets over de mensen die... Kijk, wij trainen hier hard, wij gaan hier voor goud. Ik heb helemaal niks te maken met noepjes, ja, noepjes, beginnelingen, mensen die het niet kunnen. Ik heb daar niks mee te maken dat er een gastje van 16 is, die te dom is om te poepen, die niet kan lezen, die dan die producten neemt en dan gaat kotsen of zo. Dat was dan het item. Oh, het gaat spugen. So what, motherfucker? Harder the fuck up! Denk je dat ik nooit heb gekotst? Ik lag in het ziekenhuis met coma zuipen, motherfucker! Softies! Oh, hij moet spugen! So what? En dan gaan vrouwen dat ook nog, meisjes gaan dat vertellen. Niet eens vrouwen, meisjes daar. Oh ja, ik doe helemaal niks. Ik drink alleen maar water. Ja! Goed voor jou! Wij nemen die scopes! En ik heb daar niks mee te maken, want je moet gewoon lezen op de verpakking. Op de website staat het, voordat je het koopt. En op de verpakking. Pas op,
Begin met een halve dosering. Aan het gouden werking. Ja, that's it. Tot daar en niet verder. En dan zeg ik het ook nog in deze motherfucking video's. Maar that's it. Ik ga niet je handje vasthouden. En ik ben niet jouw vader. Ja, ik vind het heerlijk. Als ik er niet ben in Nederland, hè. Wat ga je dan worden? Besef even hoeveel mensen wij aan fitness hebben geholpen. En luister, die Mo ook. En die Kosse ook. Besef hoeveel mensen wij aan fitness helpen. En dan krijg je ook nog een artikel van ja, je, pas op, want je kind kan doorslaan! Doorslaan! In fitness! Dat kan niet! Je kan niet hard genoeg trainen! Dat kan niet! Doorslaan in fitness! Nee, laat ze dan lekker Minecraft spelen! Als zombies je bek houden in een hokje en niet meer eruit komen! En lekker naar de supermarkt gaan en die blikjes halen met suiker erin! En chips en dit en dat! En continu consumeren! Dat is wat ze willen! Losers! Echt, ik ben zo blij dat wij dit kanaal hebben, jongens. Het is echt, ik doe dit echt voor mijn kinderen gewoon. Dat ze niet gek worden in een wereld waarin er zoveel motherfucking bullshit rondgaat. Echt onzin gewoon. Gewoon overheen walsen gewoon. Ik denk dat die hele mediatroep er over 10, 20 jaar gewoon compleet weg is. Want wij gaan er niet naar kijken hoor, als we 50 zijn. Echt niet gewoon. En dat is de doelgroep nu. Vanaf 50 tot aan de dood. Dat is de doelgroep van tv nu. En we zitten in de vergrijzing, dus dat is best wel een grote doelgroep in dit land. Maar het is straks gewoon helemaal klaar. En dat voelen ze. Ze moeten de hele tijd een beetje prikken zo bij ons kanalen. Maar goed, ik heb nu twee kanalen. Ik ga er zo nog één beginnen met podcast shit en zo. Nou, dan is het helemaal klaar. Bescherm dan onze doelgroep, hè. Probeer dat te doen. Ik bescherm de doelgroep voor het leven, voor de toekomst. Dat we niet gek worden hier zo in het land. Maar goed, ik ben wel weer even blij. Peter die zei dus gisteren in de gym. Hij, ik kwam aan met mijn telefoon, met mijn andere telefoontje. Ik wist van niks, weet je. Ik kwam met deze aan, hè? Helemaal top, weet je. Ik was gewoon relaxed. Had een goede training met jou. Peter die komt zo naar me toe. Ja, je was weer, ze hebben je weer lopen gebruiken op tv. Ze hebben het wel weer over je, dus dat is goed. Weet je wel, dan denk ik van ja, dat is ook goed. Als ze mij niet meer bellen, dan is er waarschijnlijk een ander die meer bereik heeft, weet je wel. Het is hartstikke goed. Kijk, het is goed dat het aan het licht wordt gebracht met de verboden stoffen. Dat is heel goed. Maar we gaan niet mij meer echt framen. Het is gewoon weer bijna framen. Vorige keer hadden ze me echt geframed. Hadden ze echt die potten ertussen gezet. Hoe triest ben je dan? Dan ben je toch gewoon... Je wordt toch vernietigd door mij! Je wordt gewoon... Waarschijnlijk word je gewoon ontslagen straks gewoon door mij. Want dat is geen journalistiek. Dat is framen. Dat is toch gewoon bullshit gewoon. Daar betaal ik nog met mijn belastinggeld voor. Dat is nog het zieke eraan, hè? Godzamer. Kom mee. Koffer. Draag ik elke dag op deze. We staan in de shop. Fucking veel energie van dat hele gedoe. Hou me scherp. Is dat ik ook al vast van 24 uur. Omdat ik alleen maar boom, tak, tak, tak bezig was. Als ik dan ga eten, dan is die focus weg. Als je niet eet, blijf je scherp. Honger. Val je aan. Luister, iedereen hier in de gym, de oudere mensen ook, die zeggen allemaal van ja, ik heb sowieso een keertje overgegeven als ik zwaar had getraind. Dat is ook logisch, als je bijvoorbeeld heel veel koolzuurhoudende dranken hebt gedronken of gewoon heel veel water in je lichaam hebt zitten. Je gaat in één keer allemaal rare oefeningen doen die je nog nooit hebt gedaan en je gaat heel zwaar. Klapt dat er natuurlijk gewoon uit. En dat heeft niks met de spullen te maken. Met rugby voor het seizoen, de pre-season training noemen we dat. Daar gingen we pas stoppen als iedereen had verkot. Ja. Weet het niet? Hey, zijn we hier aan het doen? Zijn we hier allemaal van suiker of niet? Ga lekker Minecraft spelen dan. Bijgekleurd, hè? Voel me gelijk 23.
goed kijkt, dan zie je dat ik vaak de oefeningen doe. Met mijn mond dicht, ademen door mijn neus. Het schijnt dus dat dat heel goed voor je is. En zeker ook voor je gezichtsvorming, voor je esthetischheid. En zeker dus ook als je 's avonds slaapt, is het belangrijk dat je door je neus ademt. Dan vangt je lichaam meer zuurstof op, je snurkt niet. En dus je gezicht. Zo, dat ga je letterlijk ervan doen. En ik deed dat dus vroeger al, toen ik 16 was in de gym, dacht ik van ja, ik doe die oefeningen voor de spiegel zo. En dan probeer ik mijn gezicht gewoon zo perfect mogelijk te houden tijdens die oefening, in plaats van zo te doen. Waarom? Ik moest natuurlijk met die mails mee naar huis. Hey, in de gym in Holland, die zei groei lekker. Groei lekker, ja? Groei lekker. Groei lekker. Like grow nicely. Ja. Kan ik misschien ook volgen, joh? Groei lekker. Ja? Juist. Top. Kijk. Hey, groei lekker, jongen. Lekker, man. Mooi kleurtje. Hey, bedankt. Zeker. Jammer dat het elektrisch is. Nou, ik wilde net vragen, wat vind je van de Tesla? Ja, ik vind niks. Ik heb er niks mee. Nee. Ja, ik eigenlijk ook niet. Ik heb nooit in de Tesla gezeten. Kijk. Vind je nou gelijk weer te zeuren, joh? Ik heb altijd wat. Dingen, tyfus. Maar dit moeten we weer knippen, Peter. Oh, wow, sorry. Zit je weer te schelden? Ja. Hou je vast. Achterin word je gewoon misselijk, joh, in ieder geval. Zie ik, hè, die versnelling? Ja. Hè? Wat vind je ervan? Ja, vet. Oh, wow. Mooi dat het lekker is, hè? Voelt helemaal in mijn buik. Ja. Wow! Ik moet helemaal niet goed te pakken. Anders straks moet ik nog spugen van al die poedertjes, Peet. Nee, ik niet. Nee, hè? Jij hebt wel meer mensen die spugen van wat anders, hè? Ja, zeker. Hè? Dat is nog veel erger, lijkt me. Nou ja. Als je eraan gewend bent, niet. Gewoon abonneren. Juist. Ja. Ja, gewoon abonneren, ja. Ja, dat is toch heel makkelijk. En gratis, hè? Ook nog gratis. Nou, voor gratis wil ik alles hebben.